Papa, geef mij een pak slaag met uw windmolen. Goed aangekomen in Münster, in Westfalen. Er heeft geen honger volgens mij, wij gaan lekker eten. Was möchtest du für eine Bestellung? Hier eten, hè? Ja, we eten hier. Okay. Was veganer, oder was? Nee, geen veganistisch. Oh, no. Dat komt straks. Dat komt straks, ja. Hausfritten. Knoblauchfritten. Knoblauchfritten. Hinzufügen. Chicken bombs. Ja. €12,40. Dank u. Mijn bestelcode is Shiggy. Heel interessant dit. En dan nu een German food review. Currywurst met pommes en frietjes met knoflook eroverheen. En we hebben chicken bombs met avocado. Dat wordt heel lekker. Julian heeft, whatever dat heet. Canadese poutine. Canadese poutine en ook een currywurst. Of nou ja, dat was een currywurst. Ik heb er zelf een mixerie, cola en bier. Zo, na even wat lekkers gegeten te hebben. Wat bist du voor een schwulja jetzt met een camera? Nee, maar we hebben lekker gegeten. Lekkere currywurst met pommes gehad. En knoflook erop. Dat was echt heel lekker. Hij stinkt uit zijn mel, joh. Ja, ik stink echt enorm uit mijn mel. Tas zit voor mijn bier. Wij gaan naar de trein toe richting Nederland. Maar we moeten weer terug over hetzelfde lijntje waar we over terugkwamen. Goed, in Doelmen omstappen. Wij gaan met de andere route naar Enschede. Geil. En ja, we gaan de andere kant. Ik heb straks wat een aantal keer gaan vloeken en schelden. Ho, die komt tyfus snel aan. Ja, die is wel dubbel stil. Mooi. Fahrzeit! Oh Gott, der Rest ist der beste Rockplan auf der Train. Haben Sie Bier? Ich hab Bier. Hast du Bier? Ja. Ich habe auch Bier. Das ist der Tür, Alter. En met deze RB51 gaan wij naar Enschede. You need another argument.
Papa, geef mij een pak slaag met uw windmolen. Mijn facet van de Juneberry, of de Red Bull Summer Edition Juneberry, oftewel Jenever Bes. Super lekker, is weer een perfecte Summer Edition. Hier is beta. Waarschijnlijk. Goed, we zijn in Groningen aangekomen. Dat is het laatste station voor Nederland. En ja, hier staan we dus 10 minuten stil. Dus tot 15:15 staan we hier gewoon stil en moeten we maar de tijd doden. En we zitten in de trein met iemand die helemaal compleet bezopen is. Die is gewoon alleen maar vodka aan het drinken, zeg maar. Het is een beetje heel raar. Er gebeuren hele rare dingen hier. Weer aangekomen in Enschede. Ik ga hier samen met jullie nog de Blauwnet Sprinter pakken, maar die vertrekt eerst over een half uur, omdat Keolis incapabel is. Volgens mij is inderdaad dit scherm niet alleen logistiek beperkt. Volgens mij zijn de mensen die het gemaakt hebben ook logistiek beperkt. Er gebeuren hele vreemde dingen hier. Er gebeuren hele vreemde dingen hier. Deze trein gaat alleen maar tot heden. Ik weet niet waar heden is, maar ja. Aangezien wij dus een half uur op Keolis moeten wachten, omdat ze het incapabel zijn om nieuw personeel in te zetten. Kijk, alsjeblieft Keolis, flikkers. Mogen we een half uur wachten en dan kom ik een uur later thuis. Dus er is hier helemaal niks. Godverdomme. Zo goed is hij, dat is een fucking show up. Kijk, daar zal je ze hebben, de wespen van Keolis. Die voor je. Goed, in de laatste trein van Julien. Ik ga deze RS23 doornemen naar Zwolle. En daar stap ik dan over op de Intercity. Goed, wij gaan hier afscheid nemen van Julien. Dankjewel dat je was. En addict. Later en addict. Het was absolutely geweldig. Ja, was legendarisch. Legendarisch inderdaad. En ook enorm cringe volgens mij. Maar goed, dat zul je zien op zijn kanaal. Ik zal de video linken zodra die beschikbaar is. En die zal eronder in de beschrijving zijn. Met deze DDZ gaan we de laatste etappe doen met de Intercity naar Rotterdam Centraal. Wat tijd! Thank you.
Amsterdam Centraal. Hier beëindig ik ook de vlog. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Dat hoeven jullie allemaal niet te zien. Mocht je de video nou leuk gevonden hebben, ram natuurlijk sowieso keihard op die like-knop. Reageer ook alsjeblieft als je de video leuk vond. Laat mij weten wat ik allemaal kan veranderen en verbeteren. En vergeet natuurlijk ook niet om op abonneren te klikken. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan ben je een superheld. En dan zie ik jullie terug bij de volgende vlog of video, whatever ik ga uploaden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!